Nou, onze schap is er helemaal klaar voor. Nou, liefie, we gaan je afzetten. Really? Kom, we gaan eens verstoppen. Hij zoekt. Nou, ik krijg nu wel even een breakdown momentje, want dan moet een beetje huilen. Goedemorgen. Het is vandaag een bijzondere dag. Want wat gaat onze schatje doen? Naar school. Dan gaan deze eerste schooldagje. Heb je er zin in, schat? Ja? Even lekker klaarmaken? Ga je straks lekker spelen met de kinderen? Ja. Yeah. Hij wordt al zo'n grote jongen. Nou, de kinderen zijn even lekker aan het eten, aan het ontbijt. Ik merk toch wel dat hij het iets spannender begint te vinden. Dus we gaan het zo zien. En ondertussen hebben we even zijn fruitboxje gemaakt. Want hij heeft vandaag een half dagje. En dan heeft hij alleen het fruit tussendoortje op school. Dus dit gaat vandaag mee. Nou, onze schat is er helemaal klaar voor. Hoekje in. Nou, hij heeft sloffen mee. Want ze doen de schoentjes met dit soort dagen nog uit op school. Dan doen ze slofjes aan. Oh, een flesje water en fruit. Oh, ja, maar goed. We hebben nu geen tijd om dat te doen. Hey, gaan we alleen nog even jouw jas aan doen, schat? Ja. Nou, liefie. We gaan je afzetten. Veel plezier. Jij moet ook iets langer. We gaan even mee. Heb je er zin in? Ja, het wordt een leuk dagje. Nou, dan zien de kinderen jou zo meteen weer, ja? Ja. Zeg maar doei. Nou, we zijn nu weer thuis. We hebben Dora net afgezet. En het was toch nog best wel moeilijk. Ik moest mijn tranen tegenhouden. Nu ook nog steeds een beetje. Want Dora die bij het afscheid nemen begon hij het wel moeilijk lastig te krijgen. En moest hij ook huilen en wou hij niet dat we weggingen. Dus we hebben hem achtergelaten bij de meester op schoot. En die is gelukkig heel lief en het klasje ook, want er kwamen ook gelijk kinderen. Ze kwamen gelijk helpen ook, hè? Ja. Dat is wel lief. Ik weet dat hij het nu waarschijnlijk wel naar zijn zin heeft, maar dat moment van hem afscheid nemen is gewoon lastig. Het is een nieuwe omgeving. Ja, dat je hem dan zo moet achterlaten, dat is gewoon, dat vind ik wel moeilijk. Het is nu 9:30 en we waren 9:15 thuis. Ik wou eigenlijk gelijk door naar de IKEA, daarom waren we net met de auto gereden. Maar mevrouw was weer haar telefoon kwijt, hè? Ja, jij wou ook weg, Ila. Drie kwartier lang had ik mijn telefoon. Toen ik beneden kwam, dacht ik, kijk even de kasten. Waar lag je telefoon? Bij de borden. Hoe dan? Overal gezocht, overal. Zelfs in de prullenbak heb ik gekeken, drie kwartier lang gezocht. Ik heb nog niks ontbeten. Ja, ook niet echt. Dus Gaan we eten? Ja, ik dacht even bij IKEA ontbijten. Wat jij wel. Zullen we dat even doen? Is goed. Eli, gaan we naar IKEA? Waar is Na? Hij zegt de hele tijd Na. Zo noemt hij Debran. Eli, waar is Debran? Ja, die is op school, hè? Nou, kom, zullen we gaan? Esra, het is de eerste keer dat we zonder Eli, zonder Debran weg zijn, hè? Alleen met Eli dan. Ja, hey. Die vindt geweldig. Alle aandacht voor hem. Hij laat even iedereen weten dat we er zijn. Jongens, ik mis Debran echt. Ik ook. Ik denk continu aan. Ik voel me echt ziek, jongens. En ik vind het eigenlijk ook eerlijk gezegd een beetje lastig om nu dingen te gaan doen zonder Debran erbij zit. Ik weet dat hij ook van dit soort dingen houdt. Hij vindt het echt leuk. Maar weet je, toen Debran, toen Eli er nog niet was, deed ik ook al deze dingen alleen met Debran. Dus het is ook wel ergens leuk om even van de tijd te genieten met Eli alleen, zeg maar. Want je hebt toch wat meer aandacht als je alleen bent dan dat je met twee kinderen bent. En wij gaan even lekker eten. Gewoon een standaard IKEA ontbijtje. En uiteraard een chocoladecakeje om mijn verdriet een beetje weg te eten. Eet smakelijk! Nou, we gaan nu even nog lekker een rondje IKEA doen. We werden net gewoon gebeld door de school. En we schrokken ons helemaal rot. Was een gemiste oproep. Dus hier staat de naam van de school. Ik denk, oh nee, de cel wel terug. En wat bleek? Ze ging even een update geven om aan te geven dat het goed ging. Hij is wel veel bij de meester, maar hij helpt niet meer. Dus dat is wel even de geruststelling. Dus wij gaan nog even een rondje lopen en ik wil heel graag wat voor hem halen. Dus we gaan hier even nog lekker een treintje of zo halen voor hem. Wil jij mee? Kom. Ja? Liever maakt zich hier ook wel. Kom maar, lieverd. Nou, dit is het geworden. Ik vind het altijd wel leuk met zijn treintje. Dus het is zo'n tunnelachtig idee. En dit is ook weer zo'n uitbreiding set voor zijn trein set. Dus dat zal hij wel leuk vinden. Dus die gaan we voor hem halen. Oh, Ile. Eli loopt de hele tijd achter ons. Doei, Eli. Kom, we gaan ons verstoppen. Kom. Ik ga ook. Ja, nee, ik ga ook.
Hij staat daar nog. Wacht. We gaan hem even bespieden. Boeit hem ook niet, hè? Hij heeft een stoffere blik gevonden. Ik denk dat hij daar nog wel een uur staat. Verstop jij, hij komt aan. Wacht. Hij ziet ons niet. Of ziet hij die camera? Nee, hij ziet, hij niet. Ziet nog niks. Kijk, kijk. Hij zoekt. Hij heeft weer wat gezien. Wij willen dus eigenlijk een nieuwe spiegel halen, maar net de ruimte waar we moeten zijn, dus met spiegels, zij ze aan het verbouwen. Dus we kunnen niet alle spiegels checken. En eigenlijk willen we het iets kleiner dan de vorige keer. Of bijvoorbeeld iets met een zwarte omlijst. Maar ja, we hebben dus niet de mogelijkheid om eventjes tussen alles te kiezen. Hè? Ik kan niet in alle spiegeltjes kijken, dus we moeten even kijken wat we doen. Ilay, doe maar niet. Nee. Klaar, alleen kijken, los. Doe maar zwaaien naar Ilay. Maar zo, kusje, geef maar kusje aan Ilay. En maar kusje. Oh! En Ina heeft natuurlijk zijn ijsje weer. Wat heb jij zo dan? Een vegetarische pizza. Vegetarisch zogenaamd. Oeh. Ik hoef helemaal. Ik heb niks gehaald. Nee. En ik heb nog een milkshake, want ik heb zo lang trek in. Dit is een chocolade milkshake. Ja, lekker toch? Ik heb er een week nog over te dromen. Nou, geniet ervan. Dus ik kan het lekker eten. Lekker, Ilay? Lekker. Nou mensen, wij hebben een dilemma. Want, ja, maar wacht even, ze weten misschien niet wat hier is. Ik wil het al vertellen, Ilay is aan het slapen. Ja, Ilay is aan het slapen, maar we hebben dus ook we hebben een spiegel gehaald trouwens uiteindelijk. Dus die zit even in de auto. Nou, Ilay slaapt en we wouden samen allemaal Deuran ophalen om de eerste keer te kijken hoe hij reageert. Maar nu moet één van ons gaan. Dus ik zei, we gaan steenpapier schuiven, want we willen hem allebei super graag ophalen voor de eerste keer. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Nee, alsjeblieft. Ik zie, dit is altijd zo. Ik moet haar gewoon twee rondes. Oké, okay, kom maar. Okay. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Oké, okay, één, nee. Oké, okay, wie gaat winnen? Steen, papier, schaar! Nee, jij zei tot één. Het staat twee. Jij zei tot één. Nee, 2-1. Jij zei tot één. 2-1. Ik zei tot één. Oké, de verlossende, oké? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. 2-2. Nee, wacht. Nee, het was nu. Ik heb gewonnen. Nee, 2-2. Oh, oké. Steen, papier, schaar. Ah, ik heb jou. Nee. Ja, ik had dit. Nou, dan ga ik hier maar zielig op te wachten. Ik kan dit eigenlijk had je al de eerste keer gewonnen. Als ik had gewonnen, liet ik hem niet. Zij gaat even Deuran ophalen. Hoi, schatje. Grote jongen van me. Ik heb niet een mandarijn opgegeten. Hij wou niet mee. Heb je geen mandarijn opgegeten? De rest is alles, hè? Hé, wat goed van jou. Wat hoor ik nou? Wou jij niet mee? Vond je het zo leuk? Hè? Ik heb jou goed. Hey. Kijk hoe blij die is. Vond je het leuk? Ja? Wil je niet mee naar huis? Nee, en vanmorgen dacht je er anders over, hè? Maar dat wist ik wel. Een zandbak te spelen. Was je buiten aan het spelen, schat? Wat? Was je buiten spelen? Een zandbak, hè? Hé, hey, maar het was een leuk dagje op school? Ja, ik ging zandooien. Oh, echt waar? Dat vind je leuk, hè, de zandbak? Oh, ik ben zo blij dat je er bent. We hebben je gemist. Maar we zijn heel blij dat je het leuk hebt gehad. Maar dat wisten we wel. We zeiden toch, school is leuk. Met de kinderen spelen. Dan gaan we lekker naar huis. Kijk, Ilay wil slapen. Anders was hij jou ook komen ophalen. Hij zei heel de tijd, na. Waar is de Frans? Hij is je ook echt gemist. Gaan we straks even lekker knuffelen, ja? We gaan nu lekker naar huis, hè? En hoe fan meisje was er alle over door mij? Er waren er fanmeisjes van jou. Zo. Populaire jongen. Ze hebben allemaal knuffelen, hè? Heb je knuffeltjes gegeven? Ja, ik zag het hoor. Ik zag je met allemaal meisjes knuffelen. En kijk hem dan, ik heb joh. Oh, kijk hem dan, joh. Met zijn mooie tas. Zijn twee poes, hè? Ja. Nee, dat zijn hondjes en gekkie. Nou, gaan we lekker naar huis toe, liefje? Nou, ik krijg nu wel even een breakdown momentje, hè? Mama moet een beetje huilen, hè? En gewoon echt uit trotsheid. Mama is zo trots en gewoon de realisatie dat hij al zo... Ja, dat hij zo groot en jong aan het worden is. Ah, nieuwe fase.
Hij is gewoon zo groot geworden. Dit is zo'n bijzonder moment. Het is gewoon echt apart. Mama. Ja? Hoe kan je dit vloggen? Hij heeft net wat gezien in de auto. Ja, we hadden een cadeautje gekocht met papa. Ga maar openmaken. Omdat wij heel trots op jou zijn, schat. Ja? Zo, wat is dat? Vind je dat leuk? Ja, hè? Een brug voor de trein. Vind je het leuk, hè? Ja. Nou, we zijn weer een paar uurtjes verder. En het is even tijd om naar de kapper te gaan. Want de haartjes zijn een beetje lang geworden. Ilay heeft al een kappersbeurt overgeslagen. Dus die is nu volgens mij anderhalf maand niet geweest. Dat is ook echt lang. En we hebben net even een videootje opgenomen voor La Cap Junior gegeten. Dus wij gaan eventjes naar de kapper toe. Kindjes, meisjes. Ik heb au gedaan. Au. Nee. Zoom meer. Nee. Ja, dat zeg je ook altijd. Ik wil het ook doen. Nee. Ketchup, zegt hij. Dat ja, zo, joh, dus jij doet vals. Nee. Ketchup. Kijk, nee, ik wil ook, dat is Devran altijd. Kindjes, meisjes, ik heb met mijn vinger met mes gesneden. Hij pakt hem niet zo scherp, maar... Oh, die aanraken. Oh, papa toch. Auw! Hij rijdt zo over mijn voeten. Allee, kom, lopen. Je bloed. Je bloed. Hij bijt er gewoon nog in. Ja, kom, let go. Ik ben benieuwd of Ilay straks rustig is of dat hij gaat huilen. We gaan het zien. Voor degenen die ons nog niet zo lang volgen. Ilay houdt niet zo van kappersbeurten. Die krijgt de hele kapperszaak bij elkaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Maar één ding, Esra. Moet je opletten zometeen bij de kapper, hè? Zodra we de Ilay aan de beurt is, gaan ze muziek harder zetten. Niks zeg, je moet alleen filmen. Moet je opletten. De allerlaatste keer dat Ilay daar was, begon hij dus weer te huilen. Ze weet natuurlijk dat hij altijd gaat huilen. Dus ze zetten de muziek vol aan in de zaak, zodat je dat gegril niet hoort. Maar hij kwam wel alsnog. Oké, kom. Lopen. Kom. Nou, Ilay is aan de beurt. Maar hij is voor het eerst sinds anderhalf jaar tijd stil. Ilay. Wat zo, mooi. Heel goed, lieverd. Nou, dit is een hele wereld van verschil. Oh. Goed zo. Ja, heel goed, lieverd. Echt mooi. Jongens, zie je dit tijdstip? Ja. Voor het eerst sinds maanden gaan we jullie nu naar bed brengen. Nee! Ik vind dat dit een mooi tijdstip is. Ja, dit hoort gewoon. Ila heeft vanmiddag bijna niet geslapen en daarom heeft een druk dagje gehad. Dus ik vind dat het tijd is om naar bed te gaan. Ga ik vanavond niet editen? Gaan wij een filmpje kijken? Nou mensen, ik heb gekookt. Ik heb daar snel wat bakjes gedaan voor je. Zo, je ziet gewoon die rook van die sojabonen afkomen daar. Oh joh. Kijk dan hoeveel, dat hebben we nog nooit gehad. Oh, ze zijn echt warm. Nou, we hebben dus sushi besteld. Nou, je bent goede chef kok geslaagd. Ja, dat mag je vaker doen. Morgen weer. Morgen mag jij. Ebi tempura. Love it. Dus dit, oh ja, dit is met zalm, garnaal, komkommer. Dit is ook iets met garnaal. En we hebben hier eentje met zalm, eentje met krab. Wat was dit? Dat is die kip, toch? Nee. Oh, huh? Dat hebben we niet eens besteld. Oh, nog meer ebi tempura. Je kan nooit genoeg ebi tempura hebben. Dit is mijn lievelings. Ebi tempura. Lekkerste. Nou, zoals jullie zien, we hebben kaarsjes aan. Er staat een filmpje op ons te wachten. Sushi staat op ons te wachten. Wij hebben de brilletjes op. Wij zijn in de mode. We zijn de brilletjes, jongen, brilletjes. We gaan vandaag helemaal niks doen. We gaan vandaag lekker sushi eten en Netflix kijken. Nou, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. En als je nog niet bent geabonneerd, zorg dat je dat dan eventjes doet. Zouden wij je ook leuk vinden. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei! Doei, wij gaan eten!